Goedemorgen vanuit Westendorf. Niet zomaar weer een update vandaag over de omstandigheden, maar ik wil eens de aandacht vestigen op een paar skis. Een paar Nederlandse skis, om precies te zijn. Kijk, er staat ook geüffnet. Ik zeg gewoon, dit zijn de allereerste Nederlandse skis die er zijn. Het merk is Turner. En ja, bij Today Sport, daar kunnen ze je alles daarover vertellen. Wat ik in ieder geval ga doen, ik ga deze dingen uittesten. Als je hier zie je staan, de 1730, wat betekent dat? Dit is een ski voor 70% gemaakt voor op de piste en 30% ernaast. Nou zou ik dat vandaag zeker niet doen, want als je vandaag buiten de piste gaat, ja, kijk zelf. Zojuist een stukje van de kanteralm afgeskiet. Ik moet zeggen, in vergelijking met mijn eigen skis die ik heb, een paar Fischer's Progressors en de skis waar ik nu op sta, die zijn van Turner. Ik moet zeggen, die gaan echt als een jekko. Je kan er ontzettend hard mee gaan. Nou, Today Sport, bedankt voor deze ski uit te proberen. Prima ski, ik kan niet anders zeggen. En daar gaan we deze winter zeker nog eens een keer vaker een rondje op maken. En wil je daar meer over weten, over die ski, Today Sport. Maar ik zal het ook eventjes zetten in het artikel waar je naar de website kan. En wij wensen Rick Draaier heel veel succes met deze ski.